mannetje. Hi, kerel. Mag ik jouw pootjes zien? Zo, mam even helemaal in tranen. Die had er even niet zien aankomen, of wel? Nee. Nee. Het mag ook wel eens een keer. Zo dan. Zo dan. Wauw. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer vrijdag 12 november 2021. En het is 2:15 in de middag. Zoals je ziet ben ik dus in Den Helder. Ja, ik ga dus nu naar mama toe. Zometeen met mama met Gandalf naar de dierenarts. En ik wens jullie weer heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ziet er netjes uit? Ja. Zo. Kijk, dat ziet er ook weer netjes uit. Top gedaan. Hi mam. Alles goed? Met mij altijd. Mooi. Kijk mensen, ik vind deze... Deze ja, vind ik heel gaaf. Vorig jaar nieuw bijgekocht. Ja, daarvoor de week niet. Ja, maar dat zeg ik. Ik en kijk, maar hier hou ik van. Een beetje kleur erin. Oh, joh. Heb je toch nog te eten? Kijk, en mama heeft het al lang en breed wel verteld in haar vlog. Maar dit is dus het eindresultaat van een. Ja, van weet ik. Geen eind. Nou ja, het beginstuk. En wat een eindstuk moet gaan worden. Ja, er komt een nieuwe ruit in. Ja. Nou ja, het kon meet waarschijnlijk gewoon eventjes. Dan niet gewoon een beetje waarschijnlijk even daarop. Even, ja. Ja, gewoon zo wat secreteten weer langs. Doei. Dus ja. Mannetje. Hi, kerel. Mag ik jouw pootjes zien? Hey, joh. Mag ik jouw pootjes zien? Nee. Ga eens liggen. Ga eens liggen. Kom. Ja, dat ziet er een stuk beter uit, hè? Ja. Ja, is vies, hè? Zal ik hem zo even schoonmaken, je kapje? Ja. Zal ik zo eens even schoonmaken, je kap? Zo, zoals jullie kunnen zien heb ik mama weer achter mij, want we gaan naar de dierenarts. Had ik al verteld in de intro. Kan al eens ook mee, kijk, hier. Op het plankje van mama. Dus we zijn nu al hier, kijk, we zijn alweer hier, 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 ja. Kijk, mijn haar dat zit één grote puinbak, zeg maar. Maar ik laat het weer even lekker uitgroeien. Het is ook goed, dus dit is mijn eigen haarkleur dus. En dit laat ik ook weer bij groeien. Ook wel lekker. En ik heb behoorlijk last van mijn longen, mensen. Ja, en nee, dat is geen corona. Nee, hoe toevallig, niet. Nee, gisteren wou ik dus de auto eventjes netjes inruimen. En ik pleurde dus mijn tas op een andere tas. En ik had dus niet gezien. Want Ro en ik zijn dus even een buurthulpteam in onze wijk. En we hebben dus heel veel calamiteiten dingen in onze auto. Dus ook twee brandblussers. Dus wat doe ik? Ik pleur dus mijn tas dus op een andere tas. En wat blijkt nou helaas? Dat er dus een pinnetje uit de brandblusser was gegaan. Waarschijnlijk op een of andere rare manier. Dus ik kreeg dus die poedervorm dus in mijn mik eigenlijk. En dat ging dus door de hele auto. Dus ja, en dan heb je dus last van je longen. Ook leuk, nat. Maar oké. Geef niet, we gaan gewoon weer een leuke dag ervan maken. Toch, mam? Wie? We gaan er weer een leuke dag van maken, toch? Ja. We zijn er bijna. Kijk, mijn mooie grote kerk waar ik vroeger op uitkeek. Ja. Jullie weten dat ik dus hier in de buurt heb gewoond. Want
als je hier deze flat hebt, hier, aan de andere kant helemaal, dat kun je dus nou niet zien. Daar heb ik dus gewoond. Dus ja, het is voor mij eigenlijk een thuiswedstrijd, zeg maar. En Speedy die ging ook altijd hier naar de dierenarts. Daar raak je ook één keer. Dus ja, het is gewoon voor mij eventjes een thuiswedstrijd. Ja. Yeah. Even gezellig en met mama mee te gaan en met Kandalf. Maar we zijn best op tijd. Dus we kunnen nog eventjes een stukje rijden, even een stukje lopen. Want anders dan, of wilt u naar binnen? Oh, nou, dan gaan we naar binnen. Ook goud. Ja, we lopen dus weer buiten met Kandalf. En helaas, we mochten nou niet filmen binnen. Nee, want dat hebben ze liever niet. Nee, of ze wat iets te verbergen hebben of zo. Ja, ik weet niet. Maar over 3 à 4 weken moet mama weer terug met Kandalf. En als het dan nog zo is, nou ja, dan willen ze dus iets en een biopsie nemen om te kijken of het niet iets anders is dan wat ze denken. Wat ben jij mooi! Zeker! Wat ben jij mooi! Juppie! Wat een mooi beestje! Wat ben jij mooi! Ziet het? Ja, hij ziet het! Woon je nou in een helder? Ga dan lessen bij deze rijschool. Ja! Even gelijk reclame gemaakt, namelijk. Is leuk! Zo, ik zit bij de kapper. Ja, want even mijn puntjes mag ook wel weer even gedaan worden. Ja. En mama die zit er hier samen met meneer Kandalf daar. Ja, en er is iemand nou druk bezig, maar dat maakt niet uit. Onze kapster Linda is ook er zometeen weer. Kijk, die staat ergens. Daar ergens. Geen idee. Maar... ik word soms even geholpen door Linda en ze weet al dat ik dit wil laten groeien. Hier. Dus laat dat lekker zo. Misschien een beetje puntjes ervan af, maar niet zo heel veel. En wassen doe ik vanavond zelf wel. Dus ja, we gaan dat weer meemaken. En het is nou een beetje heel veel kabaal, dus tot zometeen. Als ik in de kapperstoel zit. Ja, ik was er weer en jij was er ook weer, had ik in de gaten. Hi. Maar waarom denk ik zo en zo'n stukje even weer vanaf, denk ik. Jawel, hè? Ah, maar dan koekoek jij. Echt niet? Denk jij nou? Ja, dat stuk eruit. Ja, was veulen? Nee. Nee, was het niet. Oh, nou alleen veulen dan. Ouderwets. Wat ben jij nou? Ik heb het gevoel van kosten. Ik voel hem niet eens, kun je nagaan. Ja. Ik wel. Nou, jij wel. Was mooi. Dat waren we niet. Ik niet. Nou, fijn weekend. Doei. Alleen die kunnen niet, maar oké. Dat erop? Ja. Helemaal oud. Oké. En ik wil dit dus weer lang laten groeien. Gaan we hem weer meenemen? Ja. Ja. En dan gaan we de volgende keer een Cruella de Loop effect creëren. De ene kant zwart, de andere kant op roze. Nee, roze nee. Oké, okay, blauw, paars, geel, groen, wit. Dat mag jij dan bepalen, de kleur. Maar en maar geen roze. Nee, oké. Okay. Nee. Ik wil wel een beetje een stoer uiterlijk, zeg maar. Paars en blauw vind ik wel leuk bij je. Jij wil, hè? Ja. En ik verhaal nog steeds als een idioot. Ik heb het toch. Net als een hondje in de ruis. Ja, precies. Doe dat mondkapje of joh. Lekker onder je kin. Nee. Ja, doe hem lekker onder je kin, joh.
Ik heb zo'n onderkiel. Ja, nou en dus? Oh, leuk. Beter. Ja, hè? Ja. Very somewhat. Ja, maar dat is wel beter. Ik ken dat zo niet tegen. Sorry overheid, maar ik dwing haar ertoe. Ja. Ja, maar... Ik ben toch een ziekenhuis. Ja, daarom. En klant is koning, toch? Gelegen. En klant is koning, toch? Ja. Ja, het is wel zo. Tot zover. Tot zover. Tot zover. Zo, mam even helemaal in tranen. Ja, ook dat hoort erbij, hè, soms. Ja, vloggen. Ja. Een cadeautje. Die had er even niet zien aankomen, of wel? Nee. Nee. Het mag ook wel eens een keer. Onderboze beestje. Ja, nou, dus. En die blijft wel zitten, hoor. Of moet ik even de kooi even daar weghalen? En dan weer terug. Of lukt dat? Kijk, dat lukt wel. Kijk. Zo, die blijft daar wel rustig zitten, hoor. Maakt niet uit. Nou, in die stoel knallen. Ik wou bijna zeggen, oud wijf. Oh. Hè? Van de schrik bekomen, maar? Nee. Nee. Ja, hoor, vertel. Wil je het wat korter? Ja. Wil je er opgeschoren hebben in je zijkanten? Ja. Yeah. Nee, niet? Nee, gaan we het even weer wat langer laten? Ja, want het is winter. Oké. Moet het niet te zo, het nog kort. Maar ja, niet maar wel je horen vrij, maar niet te kort. Ga ik bijna. Heb je er allemaal in gesmeerd? Haalak. Met ze gelijk namelijk. Potstuk. Maar weet je wat ik dan ga doen? Dan ga ik eerst de safari erin omgooien. Wat dat? Dus die paars. Ja. Dan ga ik je even wassen. Dan ga ik je daarna kippen. Ja? Lekker even, mam. Eventjes een wasbeurtje. Hè? En morgen moet ik ook op de verjaardag zitten. Dat ook nog. Kun je ook overslaan? Nou ja, ik ben uitgenodigd en zij niet eens, terwijl het de tante is. Oh ja? Ja. Ja, zus? Ja. Nee, schoonzus. Ja. Mijn schoonzus en haar tante. Ja. En dan ben jij niet uitgenodigd? Nee, nee, zondag toch? Tweede keer. Vorig jaar. Zijn dikvinger, drie bier. Hm? Zijn je dikvinger, drie bier, een bloemetje erbij? Nou, ik weet nou gelijk waar ik sta in de familie, prima. Kom ik toch niet meer? Best. Ik ben ook zo makkelijk, hoor. Ik ben, want dat er gaat en door die corona shit ben ik zo makkelijk geworden. Ja, nou, het raakt mij ook niet, hoor. Als je me niet op het voer hebt, dan denk ik er niet op. Nee, heb ik andere dingen wel. Je bent mijn welkom, hoor. I know that. Dat vind ik altijd heel gezellig. Ja, ik ben ook een... En nu kunnen we lekker het spookje van Loch Ness gaan noemen. Het heksje, hè, mam? Ja, nou, dat ben ik toch sowieso. Moesten jullie nog lachen, dat ik binnenkwam? Ja, joh. Je zat goed in je rol. Hoe vond je het staan? Ja, leuk. Hi. Hi, kind. Hi, mannetje. Hi, kerel. Oog wel een beetje lila. Ja. Ja, je moet het echt heel lang in water trekken. Ja, dat weet ik. Maar daar heb ik nu niet zijn tijd. Nee. Ik heb geen tijd om jou 3 uur te laten zitten. Nee. Wat gaat het? Ik kan het wel thuis verbieden hoor, maar ik ga op een gegeven moment gewoon naar huis. Mm. En dan zie ik je morgenochtend gewoon weer. Zo, afdrogen. Waar komt dat nou en door de verf dit? Nou, haarlak, ze heeft droge huid, dus daar reageert ze op. Dan blijft de verf, die trekt erin. Oké, okay, aha. En dat is ook als je heel veel haarlak op je huid spreekt, dan trekt het daar ook in. Ja. Aha, oké. Okay. Dan zit nog haarlak rest in. Ja, echt, hè? Gewoon een donk gewoon op je voorhoofd gespreid. Uh-huh. Omdat je een pony had. Ja.
Anders blijft het bij mij niet zitten hoor. Mag dan wel lekker haar hebben om te knippen en te doen en alles en weet ik veel wat. Maar er moet wel eigenlijk een hand blijven bij mij niet zitten. En ik dacht, ja, laat ik het eens anders doen. Even een keer een pony. Ja. En dat beviel niet? Ja, ik had toch die pony nou. Ja, ja, ja. Zo, dit ziet er al een heel stuk beter uit, Lin. Daar doe ik echt mijn best ervoor. Voelt het alweer een stuk lekkerder, ma? Mm-hmm. Nu al. Man, ik ben nog niet eens halverwege. Ik vond alleen al weer lekker dat je bij me in de stoel zit. Hè? Voel je te missen. Sorry hoor, schat. Auw. Ja, ik heb een scherp randje aan deze. Sorry. Die andere was bijna op. Ik vind mijn andere ook veel liever hoor. Zo dan. Wauw. Ziet er goed uit, hè? Lekker weer, hè? Ja. Oh, mijn ogen willen nog niet, hoor. Mijn ogen willen nog niet echt. Hoe kom ik nou aan verf? Oh ja, ik heb er ook aan gezeten nou. Tuurlijk. Het is nog ja, niet droog. Ja, ik heb er een beetje af. Ik heb ook blazen vingers. Ja. Dus vond je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren hier beneden. Doe het duimpje omhoog, doe het belletje aan en laat dan een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.